Welkom bij ouderverstoting overwinnen. Vandaag gaan we verder met het boek Co-parenting with a Toxic Ex: What to do when your ex-spouse tries to turn the kids against you. Kortom, ouderverstoting. Wat moet je daaraan doen? Dit boek is fantastisch. We zitten nu bij deel 4. In de vorige delen hebben we gekeken naar wat is ouderverstoting precies? Wat gebeurt er met het kind? Wat zijn de effecten? De psychologische effecten van ouderverstoting op je kind en ook op jou? Wat kan je er voor jezelf aan doen om een diepere band met je kind te krijgen? We hebben gekeken naar wat zijn de beste acties voor positief ouderschap. Dus hoe kan jij conflicten vermijden met je kind? Hoe kan je er echt zijn voor je kind? Hoe kan je er zelf voor zorgen dat je psychologisch ook rustig en helder bent? Want als je als ouder in zo'n situatie bent, dan raak je zelf ook van, van streek van wat je kind zegt, wat je kind doet, wat je ex allemaal doet en zegt. Maar met de juiste technieken, vooral mindfulness, kan je ervoor zorgen dat jij op een goede manier reageert naar je kind. We hebben het ook gehad over een aantal dingen die je vooral niet moet doen naar je kinderen toe. Waardoor je juist het kind laat zien dat jij inderdaad geen goede ouder bent. En dat wil je dus allemaal voorkomen. We hebben gekeken dus hoe je de band met je kind kan verdiepen. Maar het kan ook zijn dat je kind iets doet wat niet mag. En welke disciplinaire maatregelen neem je dan? Ook daar hebben we het over gehad. En in de laatste aflevering hebben we het gehad over wat doe je? Wat doe je wanneer je ex allerlei giftige berichten over jou stuurt? Naar het kind toe. Dus jouw kind is bij jouw ex en jouw ex-partner is constant negatieve verhalen over jou aan het spuien. Over wat je doet, wie je bent, met wie je omgaat. Alles is fout. Dus we hebben het over gehad, wat moet je dan doen? En we zijn nu aangekomen bij wanneer je ex zich bemoeit met contact. En communicatie. In dit hoofdstuk leer je over strategieën die jouw giftige ex mogelijk kan gebruiken om zowel jouw persoonlijke contact met je kind als je communicatie met je kind tijdens periodes van scheiding te beperken. Met andere woorden, ervoor zorgen dat jij je kind veel minder ziet en dat jouw kind ook veel minder aandacht heeft voor jou. We zullen veel voorkomende fouten beschrijven die je moet vermijden als je ex zich op deze manier mengt in jouw relatie met je kind. Je zult ook leren hoe je positief en bewust ouderschap kunt gebruiken... om je relatie met je kind te versterken... en om te gaan en om te gaan met een bemoeizuchtige ex. Eerst zullen we kijken naar inmenging in het contact... en daarna zullen we kijken naar inmenging in de communicatie. Je gaat zien, en dat verbaast mij ook wel... je gaat heel veel dingen zien die je eigenlijk fout doet op dit moment... die je wil voorkomen. Maar je gaat ook allerlei kansen zien. Dus je gaat de gedragingen van jouw ex en je kind zien als kansen om jou juist dichter bij je kind te komen. Wat zijn nou die effecten van inmenging in het contact? Dus voor jouw giftige ex kan inmenging in het contact met je kind hand in hand gaan met giftige boodschappen over jou. Hier een aantal voorbeelden. Eerst dat je ex je kind bloot aan boodschappen die jou afbeelden als onveilig, liefdeloos en onbereikbaar, waarbij zaadjes van twijfel worden geplant over jouw waarde als persoon en als ouder. Vervolgens dunt je ex binnen in jouw ouderlijke tijd, zodat je minder gelegenheid hebt om je kind te laten zien dat je veilig, liefdevol en beschikbaar bent. Ja, je kind vertellen dat je van hem houdt is belangrijk, maar het laten zien is nog veel belangrijker. Dus je kunt, je kunt iemand niet alleen met woorden overtuigen van je liefde. Bovendien geldt, hoe minder tijd je met je kind doorbrengt, hoe minder kansen je hebt om die, klein, om die kleine momenten van zijn leven met hem te delen. Je hebt waarschijnlijk gemerkt hoe kinderen in het moment leven. Ze komen enthousiast de deur binnen omdat ze een doel hebben bereikt of ze komen te binnen omdat ze teleurstelling hebben ervaren. De ouder die het genoegen heeft om aan die andere kant van die deur te staan. Wanneer dit gebeurt, kan die vreugde delen of troost bieden. De ouder die het meeste tijd met het kind doorbrengt, zal per definitie meer kansen hebben om zijn of haar overtuigingen, waarden en relaties vorm te geven. Wanneer je ex de tijd met je kind ontzegt, ontneemt ze essentiële kansen om een rol te spelen in het vormgeven van het karakter en de persoonlijkheid van je kind. Laat staan zijn relatie met jou en begrip voor jou. Nog een manier om de impact te begrijpen van de beperking van die tijd die je ex met je kind toelaat, toestaat, is dat hoe minder tijd je met je kind doorbrengt, hoe vreemder het voor je kind zal zijn om bij jou te zijn. Ze zal eraan wennen. Steeds minder tijd met jou door te brengen. Zodat bezoeken van jou of aan jou uiteindelijk als hinderlijk kunnen worden ervaren. En haar echte leven verstoren. Dus jij bent eigenlijk de bijouder. Als je ex wil dat je kind haar hart en gedachten verkiest boven jou. Zal ze dat doen door het ongemakkelijk te maken voor je kind om tijd met jou door te brengen. Zodat het uiteindelijk je kind is die zich tegen bezoek verzet. Je kind zal niet met je mee willen, omdat het haar routine verstoort. en de continuïteit in haar leven verstoort. Je kind zal het gevoel hebben dat ze één echt huis heeft. en één echt leven heeft. en dat jij daar buiten valt. Hoe meer je ex je kind kan laten denken. dat ze jou niet mag, hoe minder moeite ze hoeft te doen. om je kind van jou te isoleren. En je ex zal gewoon kunnen beweren dat ze, jou, dat ze graag een relatie wil. tussen jou en jouw kind. Maar ja, het is het kind, hè? Die wil niet. Dus wat gaat, je, wat gaat die toxische ex doen? Die gaat allerlei dingen inplannen. Precies als je kind naar jou toe moet. En dan wordt het juist vervelend om, jou, om naar jou toe te gaan. Het is heel belangrijk om deze technieken allemaal te zien. Het beperken, het beperken van het contact. Net als alle andere ouderlijke gedragingen die loyaliteitsconflicten kunnen veroorzaken. Zoals het verzenden van giftige boodschappen over jou. Het wissen. En vervangen van jou, het aanmoedigen van je kind om jouw vertrouwen te verraden en het ondermijnen van jouw autoriteit kan heel veel verschillende vormen aannemen. Het is alsof die ex daar dag en nacht mee bezig is. En dat is eigenlijk ook zo, hè? Dit is hun doel. Het enige wat zij doen is jou afmaken. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je ex 15 minuten te vroeg komt om je kind op zaterdagochtend op te halen. Het kan inhouden dat een afspraak om dagen te ruilen handig wordt vergeten wanneer het jouw beurt is om die vervangende dag te ontvangen. He, dus jij geeft een dag, maar je krijgt er geen één terug. Je ex kan routinematig naar de rechtbank stappen... om het ouderschapsplan te wijzigen... om mondjesmaat steeds meer tijd te vragen. Hier wordt aangegeven dat, som dat er uh, ouders hebben aangegeven... dat de rechter daar ook vaak in meegaat. Dus als bijvoorbeeld de ex meer ouderlijke tijd nam dan toegestaan... dus eigenlijk gewoon een misdrijf... en de andere ouder een verzoek indiende om die ouderlijke tijd af te dwingen... Als reactie erop, dan diende die ex vaak ook een tegenverzoek in, waarbij werd uitgelegd dat het ouderschapsplan eigenlijk moet worden aangepast. En opeens die rechter geeft, geeft daaraan toe. Ik heb geen idee waarom dat is, maar dat gebeurt. Dit is wel in Amerika, maar in Nederland hoor ik daar ook verhalen van. Maar uiteindelijk leidt je kind bereid om akkoord te gaan met alle wijzigingen in het schema. Zelfs wijzigingen die geen zin hebben eerder afspraken en overeenkomsten schenden of overduidelijk oneerlijk zijn. Ze kan klaarstaan bijvoorbeeld om eerder opgehaald te worden en zich gedragen alsof dat altijd al de ophaltijd geweest is. Zij kan het onrecht van situaties niet inzien die jou voortdurend jouw ouderlijke tijd ontzeggen. Dus een kind gaat gewoon mee, vergeet niet, die krijgt continu de boodschap van nee, het is nu negen uur geworden. Oké, okay, nou, dan is het negen uur geworden. Dus je kind is een slachtoffer, blijf dat onthouden. En wat zijn nou de effecten van inmenging in de communicatie? Helaas, als je ex probeert je kind tegen je op te zetten, zal, het niet, zal hij niet bevoordelijk zijn voor de communicatie tussen jou en je kind. Nou, hij zal dus slecht over je praten. Integendeel, je telefoontjes naar het telefoonnummer van je kind kunnen direct naar de voicemail gaan. Als je überhaupt het nummer hebt gekregen, of je eentje van mij dan je nummer kan, uh, wat ik ook hoor, geblokkeerd worden. Je tekstberichten en e-mails kunnen worden geblokkeerd of onbeantwoord blijven en kunnen dagen voorbij gaan met vrijwel geen contact tussen jou en je kind. Ondertussen maakt je kind veel ervaringen mee, zowel goede als slechte, waarvan je mogelijk niet eens op de hoogte bent en waarvan je misschien nooit of pas veel later op de hoogte raakt. Dus je hebt gewoon geen idee wat er aan de hand is. Een belangrijk aspect hiervan is het gebrek aan wederkerigheid door je ex. Dus ondanks dat je ex je bijna op iedere manier blokkeert. En dat heel naïef doet, zal je ex verwachten om altijd toegang te hebben tot jouw kind wanneer jouw kind bij jou is. Dus die telefoon, die moet altijd telefonisch beschikbaar zijn. Er zal waarschijnlijk een voortdurende stroom van commentaar en dialoog zijn tussen je ex en je kind wanneer je kind bij jou is. Dus eigenlijk uh, die constante negativiteit gaat door. Hier een aantal voorbeelden. Dus in plaats van met jou in gesprek te gaan terwijl jullie samen in de auto zitten. Kan je kind betrokken zijn bij een tekstberichtend dialoog met je ex? Hoewel je kind ook vaak met vriendjes en vriendinnetjes sms't, kan het meer indringend zijn wanneer hij je ex sms't, vooral wanneer je ex jou denigreert en simpelweg tegen hem zegt dat hij moet stoppen. Kijk, en als je dan zegt tegen je kind dat hij moet stoppen, dan zal je ex het waarschijnlijk zien als kritiek en die zal het dan ook weer aangeven. Dus mobiele telefoons en het internet bieden giftige medeouders de mogelijkheid om zichzelf altijd in het leven van jouw kind te stoppen. Dus met tekst en instant messaging kan je ex daar in de woonkamer zijn en commentaar leveren als een soort commentator die daar uh, ja, op alles, hè, over je kookkunsten, over je hobby's, wat jullie aan het doen zijn. Je ex geeft voortdurend commentaar op jou en jullie relatie. Het kan zo indringend zijn dat je, dat je het gevoel hebt dat je kind nooit vrij is van de invloed van je ex. Alles is onderhevig aan kritiek. Maar dat wil dus ook zeggen dat jouw kind onder constante spanning zit. Dus die is ook niet relaxed. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus het is logisch dat je op een, een manier reageert die niet al te best is. Dus hier komen een aantal voorbeelden van verkeerde reacties. Daarna komen er goede reacties. Neem het jezelf niet kwalijk, leer hiervan. Er zijn drie belangrijke valkuilen om te vermijden... als je echt zich mengt in jouw ouderlijke tijd. En eigenlijk... Zich mengt in de communicatie met je kind. Wat je niet moet doen is opgeven. Om die pogingen om, kind, om tijd met je kind door te brengen. Om, daaraan, om, om dat gewoon op te geven. Vanwege depressie, verslagenheid. Dus dat je er gewoon mee stopt. Wat ook niet goed is om, is om geen optimaal gebruik te maken van de tijd die je hebt. Dus als je kind bij jou is, richt je op de verkeerde zaken. Of je bent alleen maar in woede of depressie. Nummer drie is het afnemen van de mobiele telefoon van je kind toegeven aan woede. Ook geen goed idee om te doen. Ouders bij wie de ouderlijke tijd voortdurend wordt beperkt, voelen zich vaak slachtoffer en ze voelen zich vaak overtroefd door hun ex, die eindeloze manieren lijkt te vinden om te winnen. Sommige ouders geven uiteindelijk op onder deze omstandigheden. Bijvoorbeeld een vader, dat is wel een erg verhaal, die elke zondag bezoekrecht had. Verscheen week na week bij het huis van zijn ex, in de hoop dat zijn kinderen bij hem zouden willen komen, of zelfs zouden mogen komen. Hij verlangde naar hun stemmen te horen, hun warmte te voelen en deel te nemen aan hun opwinding over hun dagelijkse interesses en activiteiten. Gewoon een vader zijn. Elke zondag liep hij de lange weg naar het huis van zijn ex, klopte op de deur. Binnen hoorde hij beweging en geluiden, dus hij wist: er is iemand thuis. De auto van zijn ex stond op de oprit, maar soms deed niemand open. Hij werd gewoon genegeerd. Andere keren kwamen zijn kinderen naar de deur en staarden koud naar hem, verklarend dat ze niet met hem mee zouden gaan en dat hij gewoon moest vertrekken en nooit meer terug moest komen. Soms deed zijn ex open en vertelde hem dat ze de kinderen gewoon niet naar de deur kon krijgen. Wat moet ik doen? vroeg ze. Moet ik ze schoppen en schreeuwen naar jouw auto dragen? Dat koud- en keelstaren van die kinderen, dat is dus dat defense-mechanisme wat ze krijgen. Dat is een typisch kenmerk van ouderverstoting. Het is jouw schuld dat ze niet met jou willen zijn, zegt die ex. Het is echt niet mijn probleem. En ik wou dat je zou stoppen met mij de schuld te geven van je slechte relatie met je kinderen. Ze houden van projectie. Terwijl hij teleurgesteld terugliep naar zijn auto, dacht hij: wat heeft het voor zin? Waarom zou ik hiermee doorgaan? Het zal nooit veranderen. Dus pas op voor die gedachten. Als je soms voor een gesloten deur staat of te maken krijgt met het weigeren van bezoeken... zou je jezelf op dezelfde manier kunnen vertellen dat er geen reden is om door te blijven gaan. Maar je moet je richten op het behouden van je relatie met je kind. Niet op de signalen van afwijzing die je ontvangt. Onthoud dat het doel van die giftige boodschappen waarin je kind wordt blootgesteld is om haar over te brengen dat je haar niet echt lief hebt en waardeert. In dat geval bevestig je dat bericht in het hoofd van je kind... door jezelf uit de situatie te verwijderen. Je ex kan dan meteen tegen je kind zeggen... zie je wel, ik heb gezegd dat je vader echt geen relatie met je wil. Als hij dat echt wilde, zou hij echt wel zijn gekomen. Op dezelfde manier als je stopt met bellen of sms'en, kan je kind denken... Mama heeft gelijk. Papa belt me nooit. Ze denkt, hij denkt waarschijnlijk niet aan me en mist me niet eens. Zoals we eerder hebben opgemerkt, zijn kinderen egocentrisch. Niet op een negatieve manier, maar ze denken dat het, zij de oorzaak zijn van alles. En zullen ze waarschijnlijk concluderen dat papa niet van hen houdt. Later in het hoofdstuk bespreken we hoe je, ondanks gevoelens van schaamte en nederlaag, toch kunt blijven doorgaan. Dus, dit is een opwekkende boodschap. De tweede reactie om te vermijden is jezelf zo neerslachtig, onmoedig en hopeloos te voelen dat je tijdens je ouderlijke tijd, dus wanneer je kind bij jou is, emotioneel vlak of afstandelijk wordt. Zoals bij veel ouders met een giftige ex, zal je kind soms aan het begin van je ouderlijke tijd een verrassende en verontrustende wending van gebeurtenissen aankondigen. Dus er is altijd wat nieuws aan de horizon. Bijvoorbeeld. Mijn moeder brengt me naar de psychiater, zodat ik hem kan vertellen dat ik geen tijd meer met jou wil doorbrengen. Gewoon een verschrikkelijke boodschap. Mijn moeder gaat volgende week de hele week met mij op vakantie. En dit gebeurt wanneer volgende week eigenlijk jouw geplande tijd is. En je plan hebt gemaakt. Moeder heeft me meegenomen naar mijn eigen advocaat, zodat ik hem kan vertellen dat ik vanaf nu bij haar wil wonen. Kijk, wat zo schokkend is aan die uitspraken, is dat je kind eigenlijk een voldongen feit aankondigt. Een definitieve beslissing over iets... waarover je ruim van tevoren had moeten worden geïnformeerd... waarover een beslissing had moeten worden genomen. Op deze manier te horen krijgen over een beslissing... kan aanvoelen als een klap in het gezicht. En dan doen die narcisten, die toxische ouders, doen dat expres. Je kunt verbijzerd zijn. Je geest reest om deze informatie te begrijpen. Vooral in relatie tot je ouderlijke tijd... In je relatie met je kind. Je kunt van hopig de behoefte voelen om contact op te nemen met je advocaat of je vrienden om je verdriet en angst te delen en te verwerken. Maar het is van vitaal belang dat je gevoelens niet laat overspoelen en je afleiden van het aanwezige kind. Dus je kind is bij jou, je hoort slecht nieuws. Nu is niet de tijd om tot actie over te gaan. Kijk, tenzij het een juridische noodsituatie is. Bijvoorbeeld als je op een vrijdagmiddag nieuws krijgt uh, en die dag nog contact moet opnemen met je advocaat. Probeer het slechte nieuws uit je gedachten te zetten. In ieder geval tijdens die ouderlijke tijd. Zelfs wanneer de situatie niet zo dramatisch is als in de bovenstaande voorbeelden, kan het je afleiden en kan je er de depressief van raken. Kijk, wat, wat altijd helpt is ook dat je van tevoren al bedenkt voordat je kind ophaalt of je kind gaat naar jou toe... Maat je klaar van, oké, okay, er kan waarschijnlijk zo'n wazige boodschap komen. En als dat komt, blijf ik heel rustig. Hiermee bereid jezelf daarop voor. Dus ik zeg niet, sluit je emoties af. Wees vrolijk, wees enthousiast. Doe dat juist als je kind weer ziet. Maar weet, oh, mijn kind kan opeens iets heel ergs gaan zeggen. Dit gaat jou helpen om er niet negatief op te reageren. Hoe moet je dan wel reageren? Aanwezig zijn. Mindful zijn. Elke ouder heeft momenten waarop de aandacht verslapt. Dat is normaal. Sommige aspecten van het ouderschap zijn moeilijk of saai. Zelfs als je van je kind houdt en haar koestert. Bijvoorbeeld sommige ouders genieten niet van een fantasiespel en vinden denkbeeldige theekrantjes eindeloos saai. Ik zeg leer ervan genieten. Andere ouders houden niet van sport en zouden graag het gooien van een bal of het kijken naar een worstelwedstrijd met hun kinderen overslaan. Nou ja, doe dat gewoon wel, hè. Toen je getrouwd was, kon je waarschijnlijk die dingen doen die je leuk vond, die je niet leuk vond door je ex laten doen. En waarschijnlijk deed je die dingen die je ex niet leuk vond. Ja, een uh, verdeling. Maar nu doe je waarschijnlijk een beetje van alles. Dus als je een alleenstaande ouder bent, heb je niet het voorrecht om die poppenkastvoorstelling en bordspellen over te slaan. Je moet het allemaal doen. Hey, en uh, voor de vaders daar, maak die poppenkastvoorstelling. Die kun je gigantisch leuk maken. Dus doe je, doe je eigen ding ermee. Ook voor de moeders. Het is waarschijnlijk dat je gedachten afdwalen... terwijl je bezig bent met activiteiten. Dat betekent dus dat je in het nu moet zijn. Maar op diezelfde manier zul je waarschijnlijk merken... dat je gedachten afdwalen als je kind je zojuist heeft verrast... met verontrustend nieuws. Dus misschien heeft je ex een nieuwe vriendin... die je kind heeft, al heeft ontmoet. En je kind vindt die nieuwe vriendin heel geweldig. Je ex heeft een nieuwe baan gekregen... en je maakt je zorgen over de gevolgen voor de kinderalimentatie of je ex heeft je kind een, voor je kind een puppy gekocht... wat hem waarschijnlijk nog meer zal verleiden om daar te blijven. Dat is ook een hele goede, uh, Als ze een puppy kopen, dan denkt het kind... oh, dan moet ik mijn puppy missen. Maar blijf in het moment. Ongeacht wat er gebeurt, is het jouw taak als ouder... met die giftige ex om aanwezig te zijn. Dus met je geest aanwezig te zijn. Je zorgen even opzij zetten en manieren te vinden om betrokken te zijn... Zelfs bij de meest saaie taken. En ik wil zeggen, maak ze spannend. De sleutel is om de volgende mindful, op, uh, mindful opvoedingstechnieken toe te passen. Die inhouden dat je je aandacht richt op het hier en nu. En ook emotioneel aanwezig bent in al je interactie met je kind. Dus wat ga je doen? Je gaat het meeste halen uit ieder moment. Als je aanwezig bent en aandacht hebt voor jezelf en je kind, kun je richten op het genieten en manieren vinden om zelfs de meest saaie activiteiten boeiender te maken. Dus laat je vooroordelen, zorgen en spijt los en leef in het moment. Bijvoorbeeld als je gedachten afdwalen terwijl je met je kind speelt, breng dan gewoon je aandacht weer terug naar het spel op dat moment. Wees echt heel mindful. Als je aandacht besteedt aan de kleine details van hoe je kind speelt, zul je ongetwijfeld dingen vinden die je verrassen of plezieren. Adem diep en volledig in om je geest en lichaam te ontspannen, wat je aandacht en plezier kan vergroten. Zoals bij meditatie kan mindful zijn, uh, mindful van je ademhaling zijn, je soms helpen om in het moment te blijven. Herinner je eraan dat gevoelens zoals angst, verveling zullen voorbij gaan en dat gevoelens komen en gaan. Kijk, mindfulness, dat heb je niet zo 1, 2, 3 onder de knie. Zorg ervoor dat je hier een training over doet. Ga mediteren. Hou een, een boekje bij met uh, alle positieve dingen. Wees dankbaar. Dit is een heel proces. Jij moet er alles aan doen om die ros te zijn. Om stabiel te zijn. Om je niet te laten verleiden door die ex. Om negatieve reacties te uiten. Je staat zo. Beoefen dankbaarheid. Elke dag eraan herinneren. Waar ben je dank voor, dankbaar voor? Maak, maak zo'n journal. Ga een, in een boekje schrijven. En zie kansen in al die uitdagingen. Dus in plaats van toe te staan dat de uitdagingen je verslaan. Van oh, die ex heeft me weer te pakken. Probeer open te staan voor de mogelijkheid... dat wat eruit ziet als een nederlaag misschien een kans is... dat het misschien een kans is. De volgende keer dat je een uitdaging tegenkomt... gebruik dan de volgende oefening... om je te helpen ervan te leren en te groeien. Vraag jezelf af hoe en wat je kunt leren van deze ervaring. Wat je keuze zijn om je, je waarden en dromen nu kunt leven. Met andere woorden, ga niet mee in de, die negativiteit. Dat is de negativiteit van je ex, dus jouw kind... Misschien vind je het zelf erg voor jezelf, hè? maar jouw kind zit constant bij die negativiteit. Jij bent het enige lichtpuntje. Als die bij jou ook nog eens een keertje te maken krijgt met negativiteit, of je maakt de verkeerde opmerkingen, drijft je kind alleen maar weg. Een zware taak, ik weet het. Dus leer van uitdaging. Hier een voorbeeld. Mijn kind vertelde me dat ze meer van haar stiefmoeder hield dan van mij. En ik raakte depressief en verloor mijn focus voor de rest van de avond met het kind. Maar als je kijkt naar wat kan je ervan leren? Mijn gevoel van angst dat ik mijn dochter verloor werd me te veel waardoor ik niet meer in het nu was tijdens haar bezoek. Maar welke kans ligt hier? Ik zie dat ik een kans had om echt naar haar te luisteren en haar veel liefde te tonen. Maar mijn gevoelens werden mij te veel en ik verloor mijn focus. Ik ga mindfulness technieken gebruiken zodat ik er wel kan zijn voor mijn kind. Ook al gebeurt er iets wat me van mijn stuk brengt. Ook nog iets in dit voorbeeld. Ik hou meer van mijn stiefmoeder dan van jou. Is heel hard. Maar dit is niet je echte kind. Dit is de stem van jouw ex die door jouw kind heen gaan. Hou dat in gedachten. Zorg ook dat je heel positief bent naar jezelf, dus de dingen die je tegen jezelf zegt beïnvloeden die je waarnemingen en gevoelens. Dit gebeurt dus ook met je kind, die krijgt de hele tijd negatieve boodschappen over jou en die bepalen dus de waarnemingen. Als je dingen zegt die uh, uh, lijken alsof alles slecht is en niks zal beter worden, dan kan het uiteindelijk moeilijker voor je worden om te functioneren en oplossingen te vinden. Je gedachten kunnen je verslaan en verlangen, verlammen. Daarom is het belangrijk om negatieve zelfspraak te vermijden zoals ik kan het niet meer aan, dit is te moeilijk voor mij, niets wat ik doe maakt verschil. Let op. Je doet dit niet alleen voor jezelf, je doet dit juist voor je kind, want jij moet jouw kind ook leren om positief te gaan denken. Want jouw kind wordt op dit moment vergiftigd door al die negatieve praat van jouw ex. Dus jij moet dit ook leren. Want later, als jouw kind vrij is van jouw ex, kan jij dus jouw kind leren om ook je, die gedachten om te draaien naar positiviteit. Dus die negatieve uitspraken hebben invloed op hoe jij je voelt en gedraagt. Wanneer er slechte dingen met je gebeuren, probeer dan aandacht te besteden aan de gedachten die door je hoofd gaan. Dat is dat mindfulness. Van wat denk ik eigenlijk? Er zijn trouwens ook apps die je kunt gebruiken om je emoties in vast te leggen. En luister naar wat je tegen jezelf zegt. Als je merkt dat je negatieve uitspraken doet, probeer je dan te stoppen en herinner jezelf eraan dat je moed, kracht en hulpbronnen hebt om uitdagingen het hoofd te bieden. Dus probeer in plaats daarvan positieve zelfspraak te gebruiken. Dus praat positief. Wees ook bewust van jezelf. Je bewustzijn van je interne toestanden, je gevoelens, je gedachten, moet je in kaart houden. Dus check dat ook regelmatig. Net zoals dat, je, dat jij je kind straks moet leren om gevoelens naar boven te halen, want die moet ze nu op dat moment allemaal wegdrukken. Dus probeer meerdere malen per dag een moment te nemen om te kijken hoe het met je gaat, wat je voelt. Wees vriendelijk voor jezelf, accepteer je grenzen, terwijl je blijft streven om je opvoedingsdoelen en waarden te blijven nastreven. Een tip. Vraag jezelf: hoe voel ik me op dit moment? Vraag jezelf: moet ik vertragen voordat ik handel? Dus niet reactief zijn? Moet ik een paar seconden rust nemen? Heb ik tijd voor mezelf nodig? Herinner jezelf eraan dat je een werk in uitvoering bent. Dus verwacht geen perfectie. Dus een fout die vaak gemaakt wordt is: oh, ik heb een fout gemaakt. Nu maakt het niet meer uit. Ik doe alles fout. Nee, je maakt een fout. Je staat weer op, je herstelt. Dus vind... Er worden nog tips gegeven over inspiratie. En in het boek zelf zie je nog een aantal oefeningen. Maar ik zou dit apart doen. Maak er een... Uh, gewoon mindfulness moet erbij horen. Dat is de enige manier hoe je dit kan uh, weerstaan. Waardering voor de unieke persoonlijkheid en kenmerken van je kind. Heel belangrijk. Besteed aandacht aan je kind. Probeer haar echt te leren kennen en waarderen. Als een groeiend individu. Begrijp haar specifieke karakter en persoonlijkheid... En laat haar weten dat je haar koestert. En dat je haar begrijpt zoals ze is. Dus jij bent de oude die hulp biedt. Bij jou kan ze altijd recht. Wanneer je deze richtlijnen volgt, zou het je, jou en je kind dichter bij elkaar moeten brengen. Het zou helpen de invloed van die giftige berichten over jou te minimaliseren. En de inbreuk op je ouderlijke tijd om die goed te maken. Daarnaast vind je het misschien nuttig om die goede momenten die je samen deelt, hebben we ook besproken in een vorig hoofdstuk. Om die onder de aandacht van je kind te brengen. Voordat een bezoek eindigt. Dus je bent je kind aan het terugbrengen. Je kan dan met je kind samen terugblikken op die momenten. Want die worden dus weggedrukt door jouw ex. Dus deel de momenten die voor jou betekenisvol waren. Dus leer je kind ook. Hoe vond jij het? Hoe voelde jij je? En vraag je kind om de hoogtepunten vanuit zijn perspectief te delen. Door die goede momenten in het bewustzijn van je kind te brengen. Wordt het moeilijker voor je ex om de geschiedenis te herschrijven en de goede herinneringen van je kind aan jou uit te wissen? Want daar zijn ze dus mee bezig om alle positiviteit met jou uit het leven te halen van je kinderen. Naast het beoefenen van dankbaarheid voor die positieve aspecten van het bezoek kun je ook aan je kind vragen of er aspecten van het bezoek waren die moeilijk waren en wat de tijd samen nog beter had kunnen maken. Dat geeft je de kans om empathie te tonen, een belangrijk onderdeel van mindfulness. Sommige ouders kunnen daar terughoudend in zijn, omdat ze bang zijn dat er negatieve gedachten of gevoelens naar boven komen. Maar dit zijn eigenlijk de beste momenten om moeilijkheden te bespreken, omdat je kind meer ontvankelijk is als hij in, goede, als hij in een goede stemming is. Dat is ook zo. Dus je kan echt je kind vragen van, wat, oké, okay, wat had er beter gekund? Wat vond je minder leuk? Jouw kind, als hij teruggaat naar die ouder, die andere, die toxische ouder, die krijgt een hele debriefing. Dus daar wordt ook nog eens een keer al deze vragen worden gesteld. Dus jij hebt nu de kans om dit allemaal te ondervangen. Dus dan weet je kind al, nee, we hebben dit besproken. Hoe kan je verbindingen creëren terwijl jij gescheiden bent van je kind? Dus als ouder weet je dat jij en je kind vaak tijd uit elkaar zullen doorbrengen. Als ouder met een giftige ex, weet je ook dat je ex zich mogelijk op een andere manier gedraagt. Die het moeilijk maakt om tijdens die afwezigheid verbinding te maken met je kind. Ja, dat weten we al, hè? allerlei negativiteit. Als je kind met jou gaat bellen of sms'en of zelfs maar over jou praat, krijgt je kind negativiteit te horen. Je taak is om de verbinding met je kind levend te houden. Op manieren die afhankelijk zijn van de die niet afhankelijk zijn van de traditionele communicatiemiddelen. Aangezien die waarschijnlijk worden tegenhouden, dus telefoon. Desondanks moet je wel blijven bellen, blijven e-mailen en sms'en naar je kind. Terwijl hij bij jou weg is. Zowel voor het geval dat je oproep wordt beantwoord, als om de beschuldiging te voorkomen dat het je niet kan schelen om contact te zoeken. Dus het kan best zijn dat je kind inderdaad al jouw telefoontjes, sms'jes niet op reageert, wegdrukt. Maar in het onbewuste, waar het echte ik van het kind is, die weet, oh, mijn ouder, mijn, mijn vader houdt nog steeds van mij. Dus we hopen dat de ideeën die we hierna bespreken je creatief zullen helpen. Koop een zakje chocolaatjes... Aantal chocolaatjes. Geef je eerst een, uh, je kind eerst een chocolaatje en zegt zoiets als, hier is een chocolade kus. En af en toe stop ik er een paar in je tas. En elke keer dat je er een vindt, weet je dat ik jou een kus geef. Ik denk altijd aan je als we gescheiden zijn en, dat, en ik wil dat je dat weet. Leg s'nachts dan een kusje op haar kussen en stop er overdag één in haar jaszak om haar aan het idee te laten wennen. Om de snoep met jouw liefde te associëren. Dus je bent een soort uh, hypnose aan het doen. Hè? Dus je die chocolade, maak er speciale chocolaatjes van. Doe dat eens bij jou thuis. Leg ze op de kussen, leg ze ergens neer en verbind dat zij bij dat chocolaatje moet denken aan jou. En je kan er dan een aantal meegeven. En jouw ex die snapt hier niks van. Die denkt alleen aan aantal chocolaatjes. Maar jouw kind weet beter. Die denkt, ah, mijn vader of mijn moeder is wel bij me. Hè, wanneer ze naar haar ex gaat. Dan verstop je een paar van die chocolaatjes in die rugzak of koffer. En wanneer ze de snoepjes vindt, wordt ze eraan herinnerd dat jij om haar geeft en aan haar denkt. Dus op deze manier communiceer je terwijl ze weg is. En je kunt ook kleine kaartjes maken of kopen met schattige afbeeldingen en liefdesberichten. En deze voor je kind achterlaten in haar rugzak, broekza broekzakken, schriften enzovoorts. Dus je kind gaat allerlei berichten van jou vinden. Ja, je ex gaat er een aantal vinden. Met die berichten. Dus ik vind die van die chocolaatjes, ik wel extra leuk. Een tweede idee is om zoiets tegen je kind te zeggen als: Zie je de maan of de zon of de sterren in de lucht? Als je naar de maan kijkt en de maan schijnt op jou, wil ik dat je weet dat dezelfde maan ook op mij schijnt. En elke keer als je de maan ziet, wil ik dat je weet dat ik van je houd, aan je denk en uitkijk naar wanneer we weer samen zullen zijn. Op deze manier kun je communiceren met je kind zonder inmenging met je ex en zonder dat je ex het weet. Dus je bent eigenlijk je kind aan het primen. Het is een hele sterke hypnotische techniek die hier wordt gebruikt. Een andere manier om een verbinding te smeden tijdens periodes van afwezigheid is om tijdens elk bezoek samen te plannen wat jullie op het volgende bezoek zullen doen. Op die manier zou je kind ernaar uitkijken om weer bij jou te zijn, ongeacht de pogingen van je ex om hem anders te overtuigen. Zelfs als het iets eenvoudigs is, als koekjes bakken, een film kijken of schoolspullen kopen, zal het plan iets zijn waar je kinderen uit kan kijken. En in die zin zal hij aan je denken terwijl jullie gescheiden zijn. Dus je doet eigenlijk exact hetzelfde wat jouw ex doet, maar dan positief. Je komt met positieve toekomstbeelden. En voor jonge kinderen kan het handig zijn om een kalender op te hangen en bij te houden, zodat jij en je kind samen elk bezoek kunnen bijhouden. Je kunt stickers en kunstbenodigheden gebruiken om die kalender te versieren. En een herinnering te creëren aan jullie gedeelte tijd. Dus je kan je thuis ophangen en waarschijnlijk, als hij naar je ex toe gaat, wordt hij verwijderd. Hoe meer je kind uitkijkt naar tijd met jou, hoe moeilijker het zal zijn voor je ex om je kind te manipuleren om die tijd op te geven. Dit betekent niet dat je kind moet omkopen met iets leuks om naar uit te kijken bij elk bezoek, het betekent dat je samen een plan maakt voor hoe jullie je speciale tijd zullen doorbrengen. Wanneer je op deze concrete manieren je band met je kind versterkt, laat je minder ruimte over voor je kind om negatief beïnvloed te worden en te twijfelen aan je liefde. Deze inspanningen om de verbinding en communicatie te behouden terwijl je kind weg is, zijn goed voor elke ouder-kindrelatie. Maar als je ex probeert je kind tegen te keren, zijn ze van essentieel belang. Dus ey, er zijn gewoon gezinnen die zijn normaal gescheiden. Dan is het ook al goed. Wat is hiervan belang? Volhouden en een lange termijn visie hanteren zijn cruciaal wanneer je te maken hebt met een giftige ex-partner die zich mengt in je contact en communicatie met je kind. Het is begrijpelijk dat je, je overweldigd en ontmoedigd voelt, maar opgeven wat betreft je relatie met je kind is niet de oplossing. Hier is een perspectief dat je wellicht helpt om door te blijven gaan en om niet op te geven. Stel je voor dat elke keer dat je op de deur van je ex klopt, dit jouw onwankelbare liefde en toewijding aan je kind vertegenwoordigt. Terwijl het voor jou misschien als een kleine handeling voelt, betekent het de wereld voor je kind. Jouw volharding, zelfs in het gezicht van afwijzing, stuurt een hele krachtige boodschap naar je kind: dat je nog steeds van hem houdt en de relatie waardeert. Dus zelfs als je inspanningen vanuit jouw perspectief zinloos lijken hebben ze immense betekenis vanuit het perspectief van je kind. Je kind mag dat gewoon niet toegeven op dat moment. Maar er zijn heel veel kinderen die later aangeven dat dat juist liet zien, hé, hey, mijn vader houdt van mij, dus blijf daarmee doorgaan. Een andere reden om door te blijven proberen is om de dag te voorkomen waarop je kind vraagt, waarom ben je gestopt met contact leggen? In plaats van uit te leggen hoe je exit contact heeft verhinderd, kun je eenvoudig zeggen, ik ben niet gestopt met proberen. Deze eerlijkheid zal bij je kind resoneren en hij zal je dankbaar zijn. Je consistente inspanningen kunnen uiteindelijk de valse verhaallijn doorbreken. dat je niet geeft om je kind. Kijk, hoe ouder je kind wordt, hoe meer ze zelf kunnen nadenken. hoe meer ze de lijntjes kunnen verbinden. en zien: hé, hey, wacht eens even, mijn vader of mijn moeder. die probeert wel contact met mij op te nemen. Dus zorg ook voor dat die dag dat je kind opeens contact met je opneemt. Wees relaxed. Ga niet zeggen van oh, nu bel je wel terug. Wees altijd neutraal. In sommige gevallen hebben kinderen brieven of andere pogingen tot communicatie van hun vervreemde ouders ontdekt. Dus op een later tijdstip. Waaruit bleek dat de begunstigde ouder zich heeft bemoeid. Anderen hebben hun vervreemde ouder aan de deur gezien. Of van een afstand waarbij ze zich realiseerden dat ze helemaal niet vergeten of in de steek waren gelaten. Volharding en consistente boodschappen van liefde hebben een belangrijke rol gespeeld. Bij het herenigen van kinderen met hun vervreemde ouders. Dus wat doen sommige ouders ook, die, uh, die zag ik ook. Wanneer, wanneer ze een brief schrijven, filmen ze zichzelf ook dat ze die brief maken en op de bus doen. Voor later. Hey, je kan wat mij betreft, maak een uh, YouTube-kanaal of uh, iets. Je hoeft de filmpjes niet privé te maken of uh, openbaar te maken. Maak een e-mail account met alle boodschappen. Dit kan je later aan je kind geven. Kijk, dit heb ik allemaal gedaan. Als je geen lopend contact hebt met je kind, overweeg dan om regelmatig korte, liefdevolle berichten te sturen. Als het mogelijk is, hè? Herhaal je liefde en beschikbaarheid om tijd samen te, door te brengen. Hoewel je ex mogelijk een aantal van deze berichten onderschept, kunnen sommige doorkomen en een verschil maken in de perceptie van je kind over je toewijding. Dus ook al komt er maar eentje doorheen, onthoud dat het welzijn van je kind en de lange termijn relatie de inspanning en geduld waard zijn. Kinderen gaan dit zeker weten onthouden. Tips. Hoe communiceer je met je vervreemde kind? Dus je verstoten kind. Dus denigreer of beschuldig je ex nooit. Vermijd uitspraken als je moeder laat me niet toe om je te zien, dus schrijf ik om dit te zeggen. Dus deze tekst moet je nooit gebruiken, ook niet in je e-mail. Als je opnieuw contact maakt, zal er een tijd en plaats zijn om de rol van je ex te verduidelijken. Maar tot die tijd zal je kind deze boodschap niet kunnen horen. En die zal alleen maar weerstand bieden. Roep geen schuldgevoelens op. En probeer je kind niet te manipuleren. Dus vermijd uitspraken als: als je ooit aan iemand anders dan jezelf zou denken, zou je weten dat. Ja, er zijn ouders die dit doen. Die, toonen, die sturen een boodschap naar hun kinderen. In die eerdere filmpjes heb ik al een aantal voorbeelden gegeven. Toon ook geen zelfmedelijden. Vermijd te klagen over hoe het gebrek aan communicatie en contact jou beïnvloedt. Zoals, ik heb zo'n pijn en ik mis je zo erg. Ja, nou, ik vind wel. Je kan best wel een keer zeggen van, ik vind het gewoon verdrietig dat ik je zo weinig zie. Ik vind wel dat je dat mag delen. Maar zorg ervoor dat je niet uh, iets maakt, dat je kind er iets kan, aan kan doen. Dus zeg daar wel bij, weet je, ik weet, jij kan, jij kan daar niks aan doen. Ik vind het gewoon jammer. Ik had je graag elke dag willen zien. Nodig je kind uit om zijn perspectief met jou te delen, zodat je de pijn en boosheid die jij voelt beter kunt begrijpen. Dus, zijn perspectief kan ook zijn: ik, ik zou ook wel meer willen zien. Dus als jij dat nooit zegt, zal het ook raar zijn voor je kind om dat te zeggen. Dus, jij geeft het voorbeeld. Het is belangrijk om heel geduldig en begripvol te zijn bij het communiceren met je vervreemde kind. Hou er rekening mee dat de relatie mogelijk beschadigd is en dat het tijd zal kosten om het vertrouwen te herstellen. Daar kunnen jaren overheen gaan. Maar als je doet wat hier wordt verteld in het boek... ...vergroten de kans dat het veel sneller gebeurt. Hier zijn tips om je kind buiten de strijd te houden. Kijk, stel je voor dat je kind begint met een, uh, een nieuwsbom. Hé, hey, papa gaat verhuizen en ik ga met hem mee. Ver weg zeker. Of mama heeft besloten dat ik naar school moet gaan in haar stad... ...en ik hou van die school. Kijk, naast het rustig blijven en je aandacht richten op je kind... Moet je een aantal instrumenten gebruiken om je kind uit die strijd te halen. Dus dat is niet het moment waar je op ingaat, dat je erop ingaat. Dus het kan verleidelijk zijn om te reageren op de feiten, zoals je ze hoort, zoals oh waar gaat papa naartoe verhuizen? En waarom heeft hij het niet mij eerst verteld? Of wat bedoel je? Je gaat daarin verhuizen? Waarom denk je dat de scholen in de stad van je moeder zo goed zijn? Ook niet handig. Niet ingaan op wat je kind zegt. Hier hebben we het eerder al over gehad. Ga in op het gevoel van je kind. Maar elke reactie die je kind betrekt bij de inhoud van het nieuws geeft haar de boodschap dat het acceptabel is voor je kind om midden in die discussie over dat onderwerp te staan. Dat is dus niet zo. Dit, heeft, dit gaat, moet buiten de kinderen omgaan. Dus hoe verleidelijk het ook mag zijn om details, uitleg of verduidelijking te vragen, het enige gepaste antwoord is voorzichtig aan te geven dat ze geen plaats heeft in de discussie over de kwestie. En wat hier staat, zou ik ook niet doen. Want dan. Dat kan weer inspelen op wat die toxische ex zegt. Want die zegt ook: van, Oh. Uh, je vader wil helemaal niet dat je die dingen weet. Het beste is dat je het gewoon aanhoort denk je, oh, okay. en denk: Oh, oké. En daar gewoon niet op reageert. Of zelfs: Oh, nee, dat wist ik niet. En de afhandeling komt op een ander moment. Betrek je kind er niet bij. Nog meer tips. Hier zijn enkele voorbeelden, die dingen die je kunt zeggen. Hier zijn enkele voorbeelden. Ja, van dingen die je wel kan zeggen. Ik gaf ze net al, maar ik was, ik was iets te snel. Dat is iets waar papa en mama over moeten praten. Ja, ik zal je later op terugkomen bij je moeder, maar laten we nu. Oh, ik zie het nu. Nou, ik zal je vader laten bellen en uitzoeken wat er aan de hand is. Weet je, het is echt niet jouw taak om dit soort informatie door te geven. Als papa iets te zeggen heeft tegen mij, kan hij het rechtstreeks tegen mij zeggen. En dan zal ik hem vertellen. Ik zou dat dus niet zeggen. Dus apart dat het in het boek staat. Dat klinkt interessant... En ik wil er zeker meer over horen van mama. Dat vind ik een hele goede. Gebruik een vriendelijke en ontspannen toon. Die geen woede of verwijten overbrengt. Let op. Jouw kind heeft waarschijnlijk gehoord. Hey, als jij dat nieuws brengt. Je vader zal het waarschijnlijk heel erg vinden. Dus je kind houdt er al rekening mee dat jij boos reageert. En onthoud om op je ademhaling te letten. Mindfulness. Herinner jezelf aan dat je de innerlijke middelen en moed hebt. Om het, pro om het probleem aan te pakken. En het belangrijkste. Richt je liefde en aandacht op je kind in dat moment. Dus het kan best zijn dat je kind opeens vertelt: Ik ga naar een andere school. En die vertelt het met zo'n zekerheid: alsof het waar is. Maar dit kind wil het misschien zelf ook niet. Dus als je dat helemaal afkapt, dan kan je kind zich ook niet uiten. Dus er kan een moment later zijn om wel te gaan: Oh, hoe vind je dat dat je naar die school toe gaat? Mobieltjes, de verschrikking. Kinderen hebben tegenwoordig vaak mobiele telefoons. En deze kunnen een speciaal probleem vormen voor ouders met een toxische ex-partner. Dus daarom be besteden ze hier ook aandacht aan. We raden je aan om, ondanks dat het inbruik maakt op die kostbare tijd, om het niet af te nemen van je kind. We hebben gezien dat het contraproductief kan zijn en de focus kan, kan worden voor een aanval. Je ex zal. Ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, want. Je bent in jouw huis en je regel kan best zijn dat jij niet wil dat er die kinderen constant op die mobiel zitten. En, en dan kan je ook aangeven van, je mag er niet op kijken. Dan gaan ze toch stiekem kijken en zeggen, nou, we gaan het even apart leggen. Ik vind wel dat je dat kan gebruiken. Want dat zegt niks negatiefs. Als ze dan zeggen, ja, ik wil even bellen. Ja, dan zeg je, dat kan. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld straf hebben en even niet op, op die mobiel mogen. Dan zet je hem ook weg. Dus ik ben er niet, niet, niet helemaal mee eens. Ja. Het gaat als aanval worden gebruikt. Maar je gaat zelf ook het voorbeeld geven. Jij gaat jouw mobiel ook wegleggen. Maar waar ze hier ook over hebben, is dat je de telefoon van je kind thuis houdt. Maar je ex zal waarschijnlijk dan gewoon een andere telefoon voor je kind kopen. En dan krijg je het nummer totaal niet. Dus daar heb je ook niks aan. Dus dan bevind je je nog een slechtere positie. Dus ze hebben het er nu over dat je die telefoon thuis houdt. En niet meegeeft terug naar die ex. Lang verhaal, conclusie. Als je actie beperkt in je omgangstijd met je kind... en je kansen om te communiceren tijdens periodes van scheiding... kan je kind gaan geloven dat je geen tijd met hem wilt doorbrengen. En dat, is niet, en dat je niet genoeg om hem geeft. Dus uh, je moet eigenlijk, komen erop neer... dat je allerlei slimme manieren moet vinden... om met je kind te blijven communiceren. En vooral niet opgeven. Wees creatief. En weet dat er heel veel middelen zijn. Dus, dit kan ook alleen maar als je zelf heel relaxed bent. En je bent gewoon je ben, je creatiever in. Ik vind met de chocolaatje bijvoorbeeld, samen naar de maan kijken. Er zijn heel veel manieren om toch die band op te bouwen. op een positieve manier. Dus gefeliciteerd. Jij, jij luistert hiernaar. Je bent ermee bezig. Ik wil nog steeds aanraden: koop het boek. Er staat zoveel in. Je gaat het niet allemaal tegelijkertijd kunnen toepassen. Je hebt dit echt nodig. Je moet echt ook zorgen dat jij verandert. Jij moet super ouder worden. Je hebt gewoon geen enkele mogelijkheid meer om fouten te maken, helaas. Maar ja, je wordt er ook een beter mens van. Dus hierbij de uitdaging voor jou: wees de beste ouder. Wees de ouder die jij had willen hebben. En word nog sterker. En weet, jouw kind gaat ooit wakker worden. En die gaat terugdenken. En die gaat het allemaal zien. En in heel veel gevallen gaat het kind zelfs afstand nemen van die toxische ouder. Wat ook goed is, hè? want het is een narcistische ouder. Die jouw kind kapot maakt. Dat is het moment dat het kind naar jou toe gaat. In de volgende aflevering gaan we het hebben over wanneer je ex jou uitwist en vervangt. Heel drastisch. Deze reeks is er om je te bewapenen tegen die toxische ex. Dus ik hoop, als jij naar de vorige aflevering hebt geluisterd, dat je hebt gezien welke fouten je eigenlijk op dit moment maakt. En welke er helemaal niet nodig zijn. En wat je kan doen. Om het juist, om die band met jouw kind nog sterker te maken. Dus dankjewel voor het luisteren. Ben je hier gekomen? Like, subscribe, Spotify, geef vijf sterren. Deel dit. Er zijn heel veel groepen ook over, uh, met het onderwerp. Deel deze filmpjes. Deel deze video's. Verspreid het woord. Neem contact met me op. gmail.com. Als jij nog interessante mensen weet waar ik mee zou moeten praten. En samen gaan we Ouderverstoting overwinnen.